gemeenzame lokaal. Worden inderdaad spelletjes gespeeld met gemeenzame lokaal. Er is niemand die zich hier verveelt met gemeenzame lokaal. Gaza TV, wat je er voor met gemeenzame lokaal. Nee, kindjes, daar doen we het toch voor met gemeenzame lokaal. Welkom bij KSA TV. Voor u staan hier Lore en Maud. Eindelijk zijn we aangekomen hier in onze mooie studio in Lommel. De leiding heeft de afgelopen dagen al super hard gewerkt om de kampplaats helemaal piekfijn in orde te maken. Laten we eens gaan kijken. Beste kijkers, bij wie staan we hier? Wat is jouw naam? Gitte. En wat ben jij aan het doen? We zijn pijltjes aan het ophangen zodat ouders en kindjes de weg naar hun lokaal en tent vinden. En wie is uw assistente? Fleur. Bij wie zijn jullie leiding? Jorot. Jorot 1, 2. Is het spannend? Want jullie zijn eerste jaar leiding, hè? Ja, dat is spannend, jullie eerste kamp? Ja, wel een beetje. Het is een beetje moeilijk om nog te weten wat je ervan moet verwachten, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik vind het ook heel spannend. We staan hier live bij tragische gebeurtenissen aan de Kanjon. Neem even een kijkje. Ja, natuurlijk. Ongelukken gebeuren overal. Ook hier. Hallo, bij wie staan we hier? Bij Marten van de Knim. Van de Knim, ja. En wat hebben jullie hier gebouwd? Wij zijn de wasplaats aan het maken, zodat de kindjes zich daar gaan kunnen wassen, s'ochtends en s'avonds. Oké, en hoe gebeurt dat juist? Vertel eens. Dus, eerst maken we 3 verschillende huisjes. En die sjorren we dan aan elkaar via balken en touw. En dan steken we die in de grond. En dan gaan we die 3 huisjes aan elkaar verbinden, door er ook balken tussen te leggen. En dan leggen we daar ook rijplaatsen op, zodat ze daar zich gaan kunnen wassen en zo. Maar ik zie toch helemaal geen kranen? Hoe gebeurt dat juist? Daar staat een kuub en daar zit heel veel water in. En dan kunnen ze een badje nemen met water en zo kunnen ze hun tandjes goed zitten. Mijn eerste nacht hier op kamp was zalig. De mijne ook, maar toch heb ik wat andere geruchten gehoord. Hoe bedoel je, Kevin? Wat heb je meegemaakt? Ik niets hoor, maar Jolien van 1-2 wel. Daarvoor gaan we even over naar onze reporter ter plaatse, Lore. Dag beste kijkers, welkom bij KSA TV met Lore. En wie zit er hier naast mij? Leidster Jolien van Joro 1-2. Dag Jolien, heb je goed geslapen hier de eerste nacht op de kampplaats? Ja, over het algemeen viel dat heel goed mee. Het was goed warm in het lokaal, maar er zaten wel ontzettend veel muggen. Echt superveel. Ik heb wel 20 muggen beten. Dus ik raad alle kindjes aan om zeker hun muggenspray mee te nemen. Of als ze zo'n bandje hebben van de apotheek, zeker aandoen. Maar voor de rest is het hier heel goed slapen. We hebben wel voor de jeuk super goede zalf tegen de jeuk van de insectenbeten. Oh, ja. Hè. Dus het viel nog mee, maar vannacht was het wel lastig. Oké. Okay. Dus even een korte samenvatting, dames en heren. Veel muggen op de kampplaats. Denk eraan, geef je kind iets mee tegen de muggen. Moest er toch een prikje gebeuren, dan hebben we altijd zelf klaar voor jullie schattenbollen. Dag, tot de volgende keer bij KSA TV. Ik denk dat de leiding er helemaal klaar is. De tenten staan opgesteld. De shelter staat er. De douche. Ja, eigenlijk staat alles er, maar we kunnen hier wel even blijven opstommen. We gaan het jullie gewoon laten zien.
Kom maar mee! Hallo en welkom op de rondleiding om de kampplaats van Keizer Hoogstraten. Vergeet zeker je botjes niet. Dan kunnen we stel nog altijd spelen. Wat nu nog mist, zijn jullie!